Ja, Frank, de inhaalslag in de bouw dan, die loopt spaak. Ja, de plannen zijn behoorlijk ambitieus, dat wisten we. 100.000 nieuwe woningen per jaar... om uiteindelijk dat nijpende tekort op de woningmarkt te dichten. Ze blijken niet alleen ambitieus, ze blijken ook lastig haalbaar. Afgelopen jaar werden volgens het CBS 74.000 woningen opgeleverd. Een kwart lager dan de doelstellingen van dit kabinet. Ook nu loopt woonminister De Jonge 20.000 woningen achter op zijn doel... meldt De Telegraaf vanochtend... En dat wordt alleen maar erger als we de kenners moeten geloven. Er worden minder vergunningen verstrekt. Dat heeft met name te maken met stikstof. Het ontbreekt daarnaast ook aan geschikte locaties. En dan hebben ook nog eens vele investeerders zich teruggetrokken... na ingrepen van minister De Jonge op een maximale huurprijs. Nog niet gesproken over het tekort aan handjes en materiaal in de bouw. Dus al bij al opgeteld zal het voor deze man een lastige opgave worden het komende jaar. Ja, meneer Knops, minister van uw partij, u kent hem goed... Sowieso 20.000 woningen uh, loopt hier inmiddels achter. Zit hij zich nu echt op te vreten achter het scherm? Ja, dat is niet uh, geduld, dat is niet zijn sterkste eigenschap. Uh, maar dat heb je ook, uh, laat ik zeggen, je hebt ook energie nodig om hier uh, bewegingen te krijgen. Dat is een hele taaie materie. Hij is er wel in geslaagd om het aantal woningen wat gebouwd is te verhogen. Maar dat is natuurlijk van afgelopen jaar. Maar hij zich ook geconfronteerd met die hele cocktail die Frank net opnoemde: van problemen die er, uh, die er zijn. En misschien wel een van de belangrijkste is toch dat die procedures uh, heel lang duren. En, uh, dus als je nu zegt ik ga nu bouwen, dan heb je pas over uh, nou, twee, drie jaar heb je die woning ook gerealiseerd. Dus dat is een hardnekkig probleem. Maar ik denk wel dat wat hij nu doet, dat dat de basis legt. Zodat we de komende jaren meer woningen kunnen bouwen. En of hij dat doel haalt, weet ik niet. Ga ik natuurlijk van buiten de Kamer, ga ik dat uh, goed volgen. Maar als er één iemand is die die beweging daarin kan krijgen, dan is hij het wel.